Dus er zit altijd een kern van waarheid in Harry. Ook als hij irritant is, als hij lastig is, als hij gewelddadig is, als hij vervelend is. Ook het drukste jongetje, meisje van de klas heeft een reden om het drukste jongetje of meisje van de klas te zijn. Dus nou ja, het is altijd de vraag, wat heeft Harry te brengen? En het mooie van Harry is dat als je luistert naar Harry, dan kan je nog steeds het gedrag afkeuren. Je zegt, nou, dat gaan we hier echt niet op deze manier doen. We gaan niet zo achterover in de rekken hangen. Maar soms kom je toch door te vragen, maar wat zie jij dan wat ik niet zie? Daar kom je soms toch op ideeën dat je denkt, oh ja, het zijn ook wel gekke oude procedures die wij hebben bedacht. En waarom vind ik eigenlijk dat iedereen daaraan mee moet doen? Kan het ook anders? En het zijn de Harry's die bedenken dat het ook echt anders kan. Ja. Die na jaren van strijd